Wacht eventjes. Ja, dank u. Ja, hoe gaan we dat nou precies aanpakken, jongens? Hoe gaan we dat doen? Wat is het mooiste? Ja, het mooiste is denk ik wel om dit gewoon door te trekken, die boompjes. Naar die andere kant. En dat we dan daar de bloemen doen, aan die kant. Maar het is zo verschrikkelijk duur. Yes, beste mensen. Wat leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Welkom terug bij Farm Together 2. We gaan weer lekker verder met onze boerderij. En zoals je kunt zien, heb ik mijn poppetje aangepast. Hij lijkt een beetje meer op hoe ik eruit zie. Het is heel kaal. Dat ben ik dan weer niet, maar er was niks anders. Dus ik dacht van, joh, waarom niet? Ik heb ook wat andere kleding aangetrokken. Ik heb een ander rugzakje om, want die had ik ook unlocked. Ja, ik vind het leuk. Ik hoop dat jullie een hele fijne dag hebben. En dan gaan we lekker beginnen. Want we waren nogal bezig met bepaalde dingen. Ik moet trouwens heel even mijn geluid wat zachter doen. Dit is volgens mij een nieuw nummer ook. Want dit heb ik volgens mij nog niet gehoord in de game. Dit muziekje. Ja, we zijn dus lekker bezig nog steeds met de dieren. En het laatste wat we hebben gedaan, of althans waar we een begin aan hebben gemaakt, dat is juist het bomengebied. En het bomengebied is helemaal daar achterin. Dus we gaan denk ik maar eventjes in de tractor zitten. En dan gaan we de boel oogsten. En als mensen goed kijken, dan zien ze nog wat nieuws. Inderdaad, ik heb namelijk een nieuwe tractor. Ja, die had ik ook unlocked. En ook een andere paint schema, of weet ik veel, weet je wel, met die streepjes erop. Ja, het ziet er weer leuk uit. We gaan lekker verder. Eens even kijken, we zitten op 420.000. En dan ga ik hier zo even wat nieuws plaatsen meteen. Ik denk dat ik ga voor wat mais. Want voor de mensen die het nog niet hebben gekeken, dit is het gewas voor de dieren. Dus hier kunnen we onze dieren mee voeren. Dan gaan we dit weghalen. En de bietjes zijn ook geleveld. We gaan hier zo even kijken wat worteltjes plaatsen. Laten we het gewoon meteen doen. Wat is dit nou voor iets raars? Oh, wacht. Ik moet natuurlijk eerst het... ik moet eerst het grond weer, hoe heet dat, ontploegen. Voordat we wat kunnen plaatsen. Kijk, mooi. Dat groeit weer. Dan gaan we naar onze diertjes. We gaan eens even kijken. Kunnen we ook wat met de opdrachten? Ik denk het wel. Het is natuurlijk wel even geleden ik heb gespeeld. Dat moet goed komen. Paarse mais zie ik. Hampshire Park hebben we nu klaar. Ja, dit gaat heel goed. We zitten op 23 medailles. Ja, wat wil ik deze aflevering gaan doen? Ik heb geen idee, maar ik wil eigenlijk wel... Nou ja, ik heb wel een idee. Ik wil verder gaan met het bomengebied. Alleen het probleem wat we hebben is dat we heel veel diamanten nodig hebben. We hebben echt heel veel diamanten nodig, want het wordt echt steeds duurder. Even kijken, dit zijn de koeien. We krijgen ook weer wat te eten. Ook geleveld, 2 keer zelfs, level 4. Ook geleveld. Kijk, dit is mooi. Dit vind ik altijd zo leuk, hè? Altijd het begin van de aflevering. Want dan gebeurt het meeste. Oh, die zijn niet geleveld, dat is jammer. Ja, we zitten op 166 diamanten. Dat is niet veel. Dat is helemaal niet veel. We gaan even tanken. En dan gaan we door met deze hier. En dan kunnen we weer wat geld pakken. Juist. En dan pakken we behoorlijk wat geld mee. We zitten op 500.000 weer. Pakken we deze. Wat hadden we aan de overkant? Worteltjes en mais. Dus dan ga ik even kijken of ik hier wat anders kan doen. Eens eventjes looken. Wat hebben we? We hebben trouwens weer wat nieuwe dingetjes. Er is ook een update geweest, dus ik ben benieuwd. Ik heb niet gekeken precies wat het is, sorry. Maar daar komen we wel achter. Kikkerertjes, nou daar heb ik niks aan. Laten we dan gaan voor de rode sla. Laten we dat doen. Dat is ook wel leuk. Ik zet hem even op automatisch. Yes, en dan doen we hier zo, denk ik. Ja, wat gaan we dan hier doen? Laten we dan hier gaan voor de normale sla. Dat is ook wel leuk. We hebben paarse groen hier. En dan kunnen we hiermee weer onze diertjes gaan voeren. Ik ga weer even tanken. Dit moeten we ook nog weghalen. Kijk, en dan gaan we nu naar het bomengebied. En ik vind dat er heel mooi uitzien. Het is lekker strak allemaal. Maar dit zijn al onze mooie boompjes. En dan hebben we natuurlijk ook nog dit gebied wat we moeten gaan opruimen. Oftewel het bloemengebied. Al weet ik nog totaal niet waar ik dat wil gaan bouwen.
Maar ik denk wel dat het in de buurt komt van de bomen. Deze kunnen we ook oogsten. Het gaat het allemaal weer lekker makkelijk, hè, nu. Nu we dit allemaal klaar hebben. Of nou ja, klaar. Nu we het verplaatst hebben. Yes, deze ook. En die achterste, die kunnen nog niet, zie ik. Dan hebben we ook nog ons hele grote veld. En daar gaan we natuurlijk wel heel veel geld verdienen zometeen. Want die staan weer helemaal vol met... hoe heet die dingen? Aubergines, kijk eens. Of niet? Nee, 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 wacht, niet allemaal. Want we zijn natuurlijk ook bezig met de opdrachten. En dat probeer ik altijd aan het einde van de aflevering een beetje voor te bereiden. Dus ik neem aan dat we wel wat gaan voltooien. Jawel, dat moet. Mooi, deze zijn ook geleveld. Ja, perfect. Deze ook. Hartstikke mooi. En dan hebben we deze nog. Zo, dat hebben we ook weer gehad. Dan hebben we hier nog aubergines. Ja, ik heb het helemaal volgestouwd. Overal hebben we aubergines. Oh, hij zette automatisch sla neer. Dat was dan weer niet de bedoeling. Nou, weet je wat? Maakt niet uit. Doen we wel even kijken. Wat gaan we hier doen? Laten we deze doen. Yes. En dan gaan we nu naar het grootste veld. En dan gaan we gelijk eventjes tanken. En we hebben natuurlijk ook nog onze vissen bij de nieuwe vijver. Dat moeten we niet vergeten. Dat hebben we ook nog. Kijk, daar zwemmen ze. Ja, dit gebied moet nog helemaal afgemaakt worden. Moet nog helemaal vlak gemaakt worden. Wat ik al zei, het kost heel veel diamanten. Dus dat wordt bijzonder. Kijk, we gaan alles weer levelen hier met de vissen. Ik ga het niet allemaal opnoemen. Het is heel veel, waarschijnlijk. Dat blijft maar doorgaan. Oh, nu valt het mee. De vorige keer was het heel anders. Ja, ik ben wel blij met de vijver. Het ziet er leuk uit. Ja, dus ik denk dat we gewoon de bloemen gaan doen dan vandaag, of niet? We kunnen ook nog even in het huis kijken natuurlijk. Zullen we dat nu eventjes... Ja, laten we dat nu doen. We gaan even in het huis kijken, want we hebben ook nog wat nieuwe dingetjes daar. Gaan we hier eventjes vanaf. Eens even kijken. Dit kunnen we ook allemaal eventjes over... Nou, dat hoeft niet per se. Het is meer voor de decoratie, maar... Eens even kijken. Laat het eens zien. Oh, we zijn nog steeds niet klaar met het eten. Het duurt heel lang. Nou ja, er komt wel vorm in. Kijk, mooi. Deze hebben we wel klaar. En dan kunnen we meteen weer een nieuwe doen. We zitten op 194 nu. Ja, het is spannend nu. Want we gaan zo meteen naar de stad. En dan gaan we proberen om zoveel mogelijk diamanten te maken. Dus. Even kijken. Hoeveel zitten we nu in inventaris? Ja, we hebben heel veel aubergines. Dus dat zijn lekker veel diamantjes waard. Veel rozen ook. En voor de rest valt dat eigenlijk wel mee. Maar dat komt ook omdat ik natuurlijk niet heel veel plant. Want ik ben heel erg veel bezig met het bouwen. Dus, ja, ik hoop dat het goed komt. Vast wel. Paarse mais, even kijken. Nu hebben we dus de laatste dingen van die opdrachten. Wacht eventjes. Hadden we dit al, die vlinder? Is het nieuw? Volgens mij is het nieuw, jongens. Of niet? Ik weet het niet zeker. Maar dit wel. Daar gaan we. Kom, kom maar. Oh, wacht. We zitten al vol. We zitten al vol. Oké, okay, we moeten eventjes naar... hoe heet dat? Wat gebeurt er nou? Oh, huh, daar kom ik nu achter. Je kunt met tap, als je die ingedrukt hebt, kun je ook dit gelijk zien, je inventaris. Nou ja, daar kom ik nu achter. Oké, okay, we gaan naar de stad toe. Eens eventjes kijken, wat hebben we allemaal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dat is mooi. Dat is heel mooi. Volgens mij is die vlinder nieuw, hoor. Oh, dat is wel leuk. Oké, okay, dan gaan we als eerste opdracht. Sarah, door deze warmte krijg ik honger. Ik heb zin in een broodje omelet. Kijk, dat is mooi. Dat hebben we allemaal. Daar krijgen we 41 diamanten voor terug. En dat is helemaal top, want dat hebben we echt nodig. Dan gaan we door naar... Wat is in de buurt? Achter mij. Hier, ergens. Daar. Wie is dat? Patrick.
Ik moet gezond voedsel eten om in vorm te blijven. Hebben we ook 13 tarwe. 41 diamanten. Dan gaan we meteen door naar deze persoon hier. Dit gaat goed. We hebben al 2 opdrachten kunnen doen. Daniel, het is tijd om wat af te vallen. En de eerste stap is om lichter voedsel te eten. Hebben we ook allemaal. Niet veel, maar we hebben het wel. Weer 41 diamanten erbij. Lois, ik ben reclame aan het voorbereiden voor mijn bedrijf. Oh, dat hebben we dan weer niet. Dat is jammer. Dan hebben we deze nog. Een citroensap voordat je naar bed gaat doet wonderen. Heb je er een paar die je kan weglaten? 5 citroentjes voor 8000. Ja, hebben we dat nou echt nodig? Nee, maar ik doe het toch. Dan hebben we weer een opdracht voltooid. Heb ik nou alles gehad? Volgens mij wel. Nee, deze persoon niet, volgens mij. Ofwel. Ik weet het niet zeker, maar ik ga toch even checken. Nee, volgens mij hebben we die nog niet gehad. Kom op, medailles hebben we nodig. Ik ben een boeket aan het voorbereiden. Oh god, die wil bloemen. Oh, dat hebben we niet. Zie je dat? Er was 3 medailles waard. Oké, nou goed, weet je, het is niet het allerbelangrijkste op dit moment. Het is niet hoog op mijn prio-lijst, want ik wil natuurlijk diamanten hebben. Dus we gaan beginnen weer bij de groenteboer. Want we kunnen heel veel kwijt. En we hebben 126 diamanten die we kunnen pakken. Ja, dan gaan we upgraden. Zo, dat kost 152 peertjes. Dat heb ik niet. Oké, wat hebben we nog meer te veel? Roosjes hebben we te veel. Paddenstoeltjes. We moeten echt alles wegdoen wat we weg kunnen doen. De paddenstoelen, waar zat dat? Dat zat volgens mij daar. Ja, we gaan deze verkopen. Ja, ik wil alles hebben. Alles wil ik hebben. Dan gaan we door naar de bloemenkraam. Dat was hier. Dan pakken wij de roosjes. Het is niet superveel, maar ja, weet je. We zitten weer op 550 diamanten. Kunnen we dan via hier zo, waar was het ook weer? Dat restaurant. Kunnen we daar misschien nog wat medailles pakken? Is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Oh, dat is jammer. Wat heb ik dan? Wat had ik nog meer? Van die framboosjes. Trouwens, ik heb nog meer van die bloemen die we kwijt kunnen. Maar ja, ik heb geen medailles meer. Of geen diamantjes meer daar. Wat ga ik nu doen? Die appeltjes. Die kunnen ook wel iets naar beneden. Dan kunnen we eventjes naar de fruitkraam. Wat is dit? Ben ik al geweest, Ben? Nee, dat kon niet. Die had ik al gehad. Even kijken. Landschaparchitect. Nee, dat wil ik niet. Nee, dat wil ik ook niet. Hé? Waar was dat nou dan? Jongens, ik ben verdwaald in mijn eigen stad. Oh, hier was het. Daar. Ik was gewoon verdwaald. Oké, we kunnen hier wat van kwijt. We kunnen die appeltjes kwijt. Ja, doe maar. Moet hij niet te veel wegdoen eigenlijk, want we hebben misschien ook nog wel wat nodig. Heb ik dan nu alles weg wat ik weg wil hebben? Ja, die framboosjes. Waar konden we dat kwijt? Wat was dat nu hier? Nee. Waar was dat dan? De framboosjes. Even kijken of we hier wat kwijt kunnen. Oh, hier is dat. Nou, pakken we die ook mee. Dan zitten wij, dames en heren, in de lente trouwens. En dan zitten we op 673 diamantjes. Dan gaan we terug naar de boerderij. En dan gaan wij naar het grote veld. En dan gaan we onze laatste oogst pakken. Want daar pakken we heel erg veel geld vanaf. En ik hoop natuurlijk dat we die opdrachten kunnen voltooien. Dat zou natuurlijk helemaal geweldig zijn. Oké, we gaan naar de tractor. En dan moet ik dit om. Oh, wacht eventjes. Nee, dat ging verkeerd. Ik wou het omploegen, maar dat is natuurlijk al gebeurd. Ik was in de war, want met die sprinklers is de grond donkerder. Yes, we hebben er voltooid. 6 medailles erbij en 510 XP. Dat is heel mooi. We zitten op level 32. Dit is nog steeds het duurste gewas wat we hebben.
780.000. Gaan we het miljoen redden deze keer? Volgens mij hebben we dat nog nooit gered, het miljoen. Volgens mij zaten we de vorige keer op 9 ton. We pakken wel heel veel aubergines nu. Het gaat regenen. Oh, dat is mooi. Dat betekent dat we niks hoeven te wateren. We hebben een regenseizoen. Oh, het is op. We zitten op 929.000. Maar ik weet het niet. Misschien gaan we het wel redden, hoor. Ja, dan moeten we er wel veel hebben nu. Kom op. En dan denk ik dat ik dit veld eventjes leeg laat. Want we moeten eventjes kijken wat we natuurlijk gaan overhouden straks aan het einde van de aflevering. En op basis daarvan ga ik dit veld weer planten. Het is op zich wel handig, hoor, om zo'n groot veld te hebben. Oh, we zitten alweer vol. We zitten weer vol. Stoppen. We gaan meteen naar de stad. En dan kun ik... dan kan ik helemaal niks. Want ik heb natuurlijk geen... Ik heb daar natuurlijk helemaal geen... Oh wel, we hebben weer wat. Dat is perfect. En dit was heel duur, dat heb ik niet. Oké, dus nu wordt het wel steeds moeilijker, de game. Want, ik oogst natuurlijk best wel weinig. Behalve op dat grote veld. En om dingen te kunnen upgraden, moeten we bepaalde dingen hebben. Dat heb ik niet. Dus dat wordt wel een dingetje. Dus dat moeten we dan weer gaan oogsten. Ik haal dit trouwens even eraf. Of eruit, moet ik zeggen. Ja, dan zijn we toch alweer 20 minuten bezig. Met alleen maar het oogstgedeelte. Ik denk dat we in de toekomst afleveringen krijgen. Dat we gewoon letterlijk een oogstaflevering hebben. Want dan duurt het gewoon zo lang. Voordat we alles, zeg maar, eruit hebben getrokken. Oké, kom op. Ik zie trouwens in die opdrachten dat we citroenbomen moeten doen. 27. Of althans 90. Hé, kijk, we zijn geleveld. Oh, dat is goed nieuws. Dat hebben we in ieder geval gedaan. We zitten trouwens op het miljoen, mensen. We zitten daar. Het moment is aangebroken. We hebben het gewoon gered. Het miljoen. Ruim zelfs. Oh, dat is heel mooi. Dat is heel erg mooi. Nou, we hebben 916 diamanten. Nou, dit gebied of dit land waar we nu overheen rijden, dat ga ik nooit redden. Want het is heel duur om dit te terraformen. Dat kost letterlijk... Wat was dat ook alweer? 10 diamanten per vakje. Dus dat is ontzettend duur. Dus ik denk dat ik me ga richten hierop. Op de planten. Want dit zou ik wel... Ja, ik weet het eigenlijk niet. Red ik dit om dit weg te halen? Want wat ik namelijk in mijn hoofd heb nu, dat is... we hebben natuurlijk hier dat bomengebied. Als ik nou het bloemengebied aan deze kant zet... Dat gaat dan daar naartoe, waar ik nu heen rijd. Maar we kunnen er ook voor kiezen om de bloemen aan deze kant hier al neer te zetten. Dan kost het namelijk niet heel veel om dit weg te halen. Dat valt mee. Maar als we dan meer bomen willen, dan moeten we weer deze kant op. En dan moeten we dit ook gaan terraformen. Dit is een lastige. Ik ga trouwens dit eventjes oogsten. Het is ook weer geleveld. Kunnen we die citroenbomen gaan oogsten? Volgens mij wel. Dat hebben we nodig. Dat is de perzikboom. Kijk, die hebben we ook in de opdracht zitten. Zie dat helemaal onderin. 24, 27. Dat is een kwestie van tijd. En ook de citroenboompjes gaan nu. Nou, dat moeten we dan ook een paar keer oogsten. En dan hebben we dat ook gedaan. Zelfvoorzienend. Wacht eventjes. Ja, dank u. Ja, hoe gaan we dat nou precies aanpakken, jongens? Hoe gaan we dat doen? Wat is het mooiste? Ja, het mooiste is denk ik wel om dit gewoon door te trekken, die boompjes. Naar die andere kant. En dat we dan daar de bloemen doen, aan die kant. Maar het is zo verschrikkelijk duur. Ja, weet je wat ik doe? Ik denk dat ik het wel ga doen, dat ik dit toch ga weghalen. Want uiteindelijk moet ik dit weghalen. Dus of ik dat nou nu doe of straks, het blijft even duur. Dus ik denk dat ik dan toch dit allemaal weg ga halen. Wat is er aan de hand hier? Wacht eventjes. Ik wil dit verplaatsen.
Juist, zo ja. Ja, we gaan het weghalen, jongens. We gaan beginnen met het bloemengebied. Valentino, je oog is bijna niks. Nee, ik weet het. Ik weet het. Het is gewoon te leuk, oké? Okay? Ik wil dit gewoon allemaal netjes hebben. Ik kan daar niks aan doen. Dat zit gewoon in mijn hoofd. Dat moet. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan moet het ook meteen. Heel vervelend. Dus we gaan het eventjes tijdelijk hier zo neerzetten. Tijdelijk. Even achterin. Doe maar achterin. Kijk, dit komt hier. Dat komt daar. Oh, dat ziet er wel een heel stuk mooier uit, hè, zo. Hebben we er zoveel? Oh, dat zou je ook niet denken. Oh, jeetje. Maar ja, dan zijn we nog niet klaar, want we hebben er achterin... Had ik er achterin? Ja, volgens mij wel. Wacht even, even kijken. Ja, we hebben nog meer bloemen erachterin, dus die moeten we ook even meenemen. Ja, het is denk ik toch wel een slim idee om het hier te doen. Ik ben trouwens een bloemetje vergeten achterin. Ja, kijk, daar hebben we ook nog wat bloemen. Dus die nemen we ook meteen mee, dan hebben we dat allemaal weg en netjes. Ja, dan gaan we gewoon heel langzaam aan. Wordt de boerderij steeds mooier. Alleen, ik moet wel echt gaan letten op mijn velden. Want, en daar bedoel ik mee, dat ik nu wel eigenlijk... Ja, het hoeft nog niet, maar we moeten wel straks echt dingen gaan planten weer. Om die diamanten te kunnen krijgen. Maar ja, we hebben natuurlijk wel dat grote veld. Hè, we pakken dan minimaal 1000 diamanten elke aflevering van, van dat veld daar. En van de dieren natuurlijk. De eitjes en weet ik het allemaal. Dit wordt groter dan ik dacht trouwens, die bloemen, dat bloemengebied. Dan trek ik hem eventjes daardoor. Dus dan doe ik het hier. Juist, zo ja. Kijk dan hoeveel bloemen we hebben. Nee, dit had ik niet verwacht. Dat we er zoveel zouden hebben bij elkaar. Oké, dat zijn ze. Dit zijn alle bloemen die we hebben op de boerderij. Oh, dat is toch wel veel leuker, of niet? Om dat allemaal zo bij elkaar te zien. Nou, daar gaan we. We gaan dit niet weghalen. We gaan dit weghalen. Want hier zo komt het bloemengebied. Maar niet voordat ik die laatste heb verplaatst. Dan moeten we daarna weer tanken, want het is bijna weer leeg. Ja, deze die gaat mee. Het huisje blijft wel heel erg leuk. Daar ben ik echt heel blij mee met dat water eromheen. Dat is echt precies geworden wat ik in mijn hoofd had. Kan jij hier zitten? Nee, dat gaat niet. Dat kan niet. Nou, dan kom je hier. Zo. Even tanken. We hebben helemaal geen, hoe heet dat, dieren in onze opdracht, hè? We hebben wel 29 medailles nu. Nou, daar gaan we. We gaan terraformen. We gaan dat allemaal weghalen. En we gaan even kijken wat er nieuw is, want we hebben nieuwe dingen. We hebben een rode moerbei. Dat is dan weer een andere vorm van deze, de zwarte moerbei. Hebben we nog niet in de opdrachten, dus die ga ik nog niet plaatsen. Dat is ook heel duur. Dan hebben we even kijken, een nieuwe bloem. We hebben de... Hoe heet dat? De Damas... De wat? De Damascenroos of zo? Damascenroos? Oké, apart, apart. Dan hebben wij... Reclamebord met pijl. Is dat serieus wat we nieuw hebben? Dit interesseert mij echt helemaal niks. Althans, niet op dit... op dit punt... Maar het is natuurlijk wel leuk dat het erin zit. Dan hebben we deze, de gereedschapsschuur. Oh, dat is wel leuk. Dan hebben wij een nieuw... Oké, nieuwe tuinlampjes. Oké. En dan hebben we nog een nieuwe bloem, de klaproos. Jeetje, wat duur. 3700, jongens. Dat is heel erg duur. Daar gaan we. Nou, ik ben benieuwd... Gaan we dit redden? Het moet weg. Oh, laat het alsjeblieft lukken. Oh, wat is het duur. Ik ben geen fan van de terraform, jongens. Ze hebben dat ook niet aangepast. Het blijft gewoon 10 per vakje. Ik vind het wel erg duur, hoor. Iets doet me denken dat ze gewoon niet willen dat je terraformt. Dat ze gewoon niet willen dat je het land verandert.
dit stukje alleen al was 40 diamanten ketan. Ik ben alweer bijna blut. Nou, we hadden het wel echt nodig, hè, al die diamantjes. Nee, dat is niet de bedoeling. Dat kostte me 10 extra. Maar... ja, die vlinder is nieuw, hoor, volgens mij. Ik weet het niet zeker of dat nou nieuw is of niet. Ja. Waarschijnlijk als ik zo meteen Steam open, dan zie ik het gewoon staan. Nieuw, butterfly. Oké, nou, we gaan beginnen. We gaan het verplaatsen. En dan beginnen wij met... het eerste veld bloemen. Dan gaat dit, denk ik... nee, dat gaat niet weg. We moeten trouwens ook nog het pad maken, hè, eromheen. Dat kost ook diamant. Laat ik dat nou net niet hebben. Nou, dit valt dan weer mee. Dat kost 3 per stukje. Kijk, dan hebben we in ieder geval een idee van, hè, hoe het dan gaat worden. Alleen dan hebben we hier zo'n groter veld, deze. Zullen we daar dan de roosjes in zetten? Want volgens mij hebben we het meeste wat we hebben zijn de rozen, volgens mij. Ja, laten we daarmee beginnen met de rozen. Dus dan pak ik alleen maar rozen. Even kijken of we dat een beetje netjes kunnen doen. Dus even kijken hoe ver we hiermee komen. Want ik weet niet hoeveel ruimte we precies hebben. Eventjes kijken. Ja, dus dan krijgen we hier zo'n bloemengebied. Daar komen ze. Hier komen al onze mooie rozen. Helemaal aan het water of niet? Ja, ik denk het wel. Oké, dat is de eerste lading. En misschien dat we zo... ik ben trouwens blij dat dit wel gratis is. Gewoon dat verplaatsen. Dat hadden ze ook kunnen doen, hè. Dat ze hadden gezegd van... nou, we gaan het verplaatsen ook geld laten kosten. Nou, dan was je echt niet vrolijk geworden, hoor, ervan. Dan doe ik toch even één zo'n witte mee. Dan kan ik al die rozen lekker meenemen. Dan haal ik één witte weg. Die komen dan daarachter. Kijk, dat is ook weer fijn, hè, dat het spel dan eerst al die rode doet en dan pas die witte. Oh, dat is dan weer precies wat ik niet wou. Nou, jij komt dan hier. Die komt dan op dit stukje. Oh, dit is zo satisfying voor mijn hoofd om dat zo te zien. Dan ga jij, gaat hierheen. Kijk, en dan hebben we precies zo'n vak en dan heb ik volgens mij nog wel... wat roosjes over. Maar dan koop ik desnoods even wat rozen erbij. Als ik niet goed uitkom. Gewoon puur om het even mooi af te maken. Jeetje jongens, we zitten alweer een half uur in de aflevering. Het gaat heel snel. Het is ook een heel leuk spel. Als je hem wil kopen, doe het. Het is echt heel leuk. Oké, we gaan nog één keer. Hey, wacht even. Oh, dat kan niet. Dat kan niet. Want dan komen we niet goed uit met dit hier. Oh. Dat is jammer. Even denken, hoe ga ik dit oplossen? Hoe ga ik dit oplossen? Oké, wat we ook kunnen doen is dit. Dan doen we één rit zo. Was dat het laatste? Ja. Dan kom ik weer niet goed uit, hè, met dit. Oké, ik weet niet wat de hel ik nu weer ga doen. Dat was totaal niet de bedoeling. Dit kan ook niet. Kijk, er komt hier zo dat pad tussendoor. Hoe kan ik dat ook alweer verkopen? Hoe doe ik dat ook alweer? Even kijken, dat was met X volgens mij. Ja, dat wil ik recyclen. Ik doe er eentje weg. En dan krijgen we hier zo dat pad... dat loopt dan hierdoor. Kijk, dan loop je door de roosjes hier naartoe. En dan krijg je dat pad, dat loopt dan... nou ja, ik doe het maar alvast, want dat gaat waarschijnlijk wel zo lopen. Dat loopt dan door daar naartoe. Want dit gaat ook weg, jongens. Dit gaat allemaal verplaatst worden. Ik zit nu eventjes te denken aan de layout van de bloemen. Ik weet nou niet of ik nou wel eens een fan ben van dit stukje weer. Ik kan ervoor kiezen om het... weet je wat? Ik doe het gewoon. We maken het af.
Juist, dit krijgt ook allemaal water. Kijk, dan is het netjes. Snap je? Dan is het gewoon... Kijk, dit is mooier dan wat het was. Oké, dan hebben we hier, zo heet die dingen, de rimpelroosjes. Hoeveel heb ik er daarvan? De rimpelroosjes. Deze. Oké, nou dan pak ik even kijken. Pak ik deze allemaal. Gaan we die even meenemen. Hey, het is zomer. Dat was het. Behalve deze. Dus deze die gaat dan weer eraf. En die komt dan hier zo. Rimpelroosjes. Volgens mij had ik er nog een paar. Ja, want ik heb natuurlijk niet zoveel als de roosjes van al deze bloemen. Rimpelroos. Deze ook. Deze, deze, deze. Deze, deze en deze. En dan zijn dit al onze rimpelroosjes. En dan denk ik dat ik het toch af ga maken. Dus ik ga rozen erbij kopen. Dus bloemen erbij kopen. Gewoon puur om dit er netjes uit te laten zien. Dus we gaan het allemaal plaatsen. Waarom doe ik dat zo? Kan ook gewoon zo. Kijk, en dan pak ik de rimpelroosjes. Doe ik er één vak extra. En dan krijgen we hier weer een pad. Of niet? Ja, ja, ja. Krijgen we weer een pad hier. Dat loopt door hier naartoe. Deze die lopen dan ook weer door hier naartoe. Ja, dan krijgen we... Oh. Ja, oké. Dus niet hetzelfde natuurlijk als dat. Maar dit gaat nog wel. Dit gaan we even oogsten. Dat kunnen we wel even snel doen. Ik hoop trouwens dat we die resource terugkrijgen van die sprinklers als we dat weghalen. Of verplaats. Ik neem aan van wel. Dit kunnen we ook weer gaan oogsten. Dus laten we dat doen. Hé, hey, de citroenbomen mogen ook weer geoogst worden. Ja, dat vergeet ik nu natuurlijk, omdat ik weer te druk ben. Kijk, want die opdracht is belangrijk. 45, 51. Ja, dankjewel. Hé, hey, de bananenbomen kunnen we gaan oogsten een keer. Dat is leuk. Dan krijgen we ananassen voor terug. Is dat nieuw? Volgens mij... Wat trouwens ook nieuw is dat we geitjes hebben in het spel. Dat heb ik nog niet, maar dat kan dus wel. Je kunt geiten krijgen in de game. Dat is wel heel erg leuk natuurlijk. We hebben nog 240 diamantjes. Dat is niet veel. Oké, dan gaan we door met deze. Dat zijn de China Tulp of de Chinatown Tulp. Daar hebben we er best wel veel van. Juist, pak eerst deze allemaal. Ja, want die bloemen, daar heb ik er niet heel veel van. Ja, ik heb heel veel roosjes, maar de rest had ik niet. Daar had ik niet heel veel van. Kijk, deze die kunnen mooi hier zo bij. En dan komen er weer wat tekort, dus dat ga ik weer bijvullen. Want we kunnen dat makkelijk doen, want ik heb heel veel geld. En daarmee kunnen we natuurlijk dit allemaal netjes maken. Waar staat dat ding? Deze. Ja. Kijk, hebben we dat ook. Kijk nou hoe leuk dat is. Dat gaat zo leuk staan dit straks. Dan krijgen we hier zo. Dat zijn, even kijken hoor. Wat waren dat? Zullen we voor de madeliefjes gaan? Ja, dat is leuk. Dan doen we de madeliefjes daar. Dus, dan pak ik deze allemaal. Pak ik die ook mee. Kunnen we gelijk weer een begin maken van een nieuw veld. Dus die madeliefjes die komen dan... Ja, laten we dat... Hé, hey, wacht even. Wacht even. Wat gebeurt hier nou? Dat is niet de bedoeling. Oké, er gaat iets mis, jongens. Er gaat iets mis. Land niet leeg. Wat is er aan de hand dan? Ik wil dit weg hebben. Volgens mij drukte ik op de verkeerde toets. Hé? Ik ben dan niet blind? Het zijn toch madeliefjes? Ja, dat ging dus niet helemaal lekker, jongens. Dat gaat ook mee. Volgens mij heb ik ze nu wel. Oké, dus hier zo komt ons madeliefjesveld. En nu kan ik natuurlijk niet verder. Nu moet ik dat weg gaan halen. Wil ik verder kunnen.
Hoe ga ik dat doen? Want ik heb er nog een paar bij me. 3 om precies te zijn. Ja, dan moeten we dit of weg gaan halen of verplaatsen. Ik denk dat ik het weghalen. Waarom? Omdat ik niet denk dat ik deze hekjes nog een keer ga gebruiken. Die zijn ten eerste heel erg duur. En ten tweede, dat is de belangrijkste reden, is dat als ik dit weghaal, dan krijg ik daar diamanten voor terug. En behoorlijk wat, want het is best wel veel waard, deze hekjes. Dus ik denk dat ik het weg ga halen. We gaan alles weghalen hier. Alles. Alles gaat weg. Heb ik nou alles? Heb ik nou alles of niet? Dit gaat ook allemaal weg. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk te pakken. Wacht eventjes. Pakt hij van mijn bloemen? Nee, ze pakken niet. Oké, mooi. Nou, waarschijnlijk blijft er weer wat staan. Daar gaan we. 47 gaan we. Oh, dat valt me heel erg tegen dit. Oké, wacht even. Kreeg ik dat nou terug of niet? Ja, we krijgen medailles terug. Godzijdank voor dat. Al mijn hekwerk staat nog. Dus dat moeten we dan weer lopend doen. Kun je nagaan. Dan zitten we gewoon de hele aflevering bijna dit te doen, hè? Maar ja, wat ik al zei. Het wordt steeds meer werk, deze boerderij. We zitten nu in de details. Of in de details. Dit gaat weg, dat gaat weg. Hier ben ik wel heel erg benieuwd naar. Hoeveel medailles we daarvan gaan krijgen. Of diamanten. Ik dacht net al. Ik ging van 240 naar 270. Ik denk, nee toch? Zo weinig. Heb ik alles? Volgens mij wel. Dan gaan we nu naar deze kant. Ja, ik weet het. Het is zonde, want we krijgen de helft terug van wat het waard is. Maar ja, ik doe alles voor diamanten op dit moment. Ik pak die bankjes meteen mee. Net zoals dit. Want dat pad wordt ook anders, dus ik kan dat net zo goed even weghalen. Ja, die ook. 2 bankjes en dan kunnen wij door. Ik ben benieuwd hoeveel we gaan krijgen. Daar gaan we. Zo, kijk eens. 682 diamanten. Dat is een heleboel. Dat had ik niet verwacht. Ik dacht 400 of zo. Kun je nagaan hoe duur dat was, dat stukje land. Dat was echt heel duur om te bouwen ook. Oké, nou dan hebben we nu dit. En dan kunnen we verder met ons plan. Onze madeliefjes gaan natuurlijk hierheen. En dan gaan jullie daarheen. Komen die daar. Dit kan nog wel eens in een papieren gaan lopen. Want ik wil namelijk alle bloemen die we hebben in de game ga ik plaatsen. Dus ik weet niet hoe dit gaat aflopen. Wat waren dit ook alweer voor bloemen, heten ze? De roze anjer. Dat is deze. Wacht even, nee. Ik moet natuurlijk die madeliefjes hebben eerst. Dan pak ik eventjes de tractor. Gaat allemaal net iets sneller. Volgens mij heb ik nu weer een vakje. Is dat even lang of niet? Moet dat langer? Dat moet volgens mij nog een stukje langer. Dit is hem. Toch of niet? Heb ik nou de war of niet? 1, 2 en dan een extra. Sorry, het moet symmetrisch zijn. 1, 2, ja, oké. Klopt, het klopt. Wie is er die roze anjer? Oh, dat was niet de bedoeling. Dat was niet de bedoeling. En dat ook niet. Oh nee, nu moet ik dat met de hand gaan doen. Om het netjes te krijgen weer. Nog 2 stuks. Of nou ja, nog eentje. Dan kunnen we die andere verplaatsen. Ja, dan krijgen we nu weer. Even kijken, deze.
Het is nu natuurlijk wel heel erg gritty, maar ik ben van plan om dit nog aan te kleden. Dat we wat dingetjes weghalen hier misschien en wat decoraties neerzetten. Dus dat komt allemaal nog, maar het gaat nu eventjes om de layout. Wat wil ik doen? Ik wil dit. Ik ben wel blij dat ik dat heb gedaan, hè? Dat ik dat toch heb weggehaald, want... die diamanten komen goed van pas, want ik ga meteen door met dit weghalen. Laten we dat gewoon meteen doen. Dan zijn we daar gewoon vanaf. Dan weten we zeker dat dat weg is. Want dat kost ook weer wat. Het is belangrijk dat we dit land hebben. Want we hebben nog meer bomen die we moeten gaan plaatsen. Zo, dan hebben we 454 over. Trouwens, wacht even. Oh, ik had er nog een paar. Dit zijn de Chinatown Tilt, die had ik al. En deze ook. Oké, dan kan dit weg. Ja, recyclen. Weg met die handel. En dan gaat de zon weer onder. En dan zijn we heel goed bezig. Het gaat heel goed. Het gaat precies volgens plan. Dit wil allemaal water. Ja, ik kan dat doen. Dat hoeft allemaal niet per se. Het groeit toch wel. We kunnen ervoor kiezen om dit gewoon vol te stouwen nog met rozen. En dan af te sluiten. Dat kan. Zullen we dat doen of niet? Weet je wat? Gewoon puur voor de mooiheid ga ik dat doen. Dan hebben we gewoon meer rozen als de rest. Dan pakken we deze. Even eraf. Eventjes deze rits afmaken. Maar komt daarnaast komt dat pad. Zie je het al? Zie je het al helemaal voor je? Ik wel. Ja, hier zo. Kijk nou hoe leuk dat is. Kijk, hier komt dat pad dan hiernaast meteen. Kijk hoe leuk dat uitziet. Dan krijgen we hier zo weer nieuwe plannen. Jeetje, ga ik dat redden überhaupt? Zullen we dit even afsluiten? Met een weggetje. Laten we dat doen. Hé, daar hebben we de vlinder weer. Kijk, dit sluiten we eventjes af zo. En dan loopt dit gelijk door. Dat gaan we ook meteen doen. Dan ga jij... gaat eventjes hier zijn. Dat maakt in principe niks uit. Als het maar weg is. Jij gaat weg. Jij gaat ook even verplaatsen. Jij komt ook eventjes hier ergens. Perfect. En dan gaan we door met het pad. Dat komt dan... hier zijn. Dan moet ik even denken. Dan gaan we deze kant op. En dan pak ik hem zo. Dan kunnen we hier nog wat anders ondernemen. Als we dat willen. Qua deco of misschien nog, weet ik veel. Misschien wat diertjes of zo. Nou, dan gaan we verder. Heb ik nou alles geplaatst? Ja, ik heb alles geplaatst wat ik had op de boerderij. Maar ja, we hebben nog veel meer. We hebben ook weer een nieuwe boom erbij. Nog eentje, de kokosnotenboom. We kunnen er ook voor kiezen om verder te gaan met het bomengebied. En trouwens, we zitten bijna... nou, we zitten alweer op 3 kwartier. Laten we even dat veld vol stouwen met zooi. Dat is ook wel handig om te doen. Wat mis ik nou nog? Citroen? Nou ja, dat gaat met de tijd. Dat kunnen we dan sowieso de volgende aflevering afmaken. De schoonste stad. Gele... oh, wacht eventjes. Gele madeliefjes. Die heb ik niet. Dus die gaan wij plaatsen. En... is het misschien leuk om toch eventjes de grid te doorbreken? Door een ander soort veld hier aan vast te zetten. Dus dat we niet meer dit doen. Maar dat we hem gewoon zo doen. In de breedte. Gewoon puur even om wat anders te hebben. Ja, laten we dat doen. Gele madeliefjes. 1300. Ziet er wel weer leuk uit, hè? Perfect, dat is precies wat ik wou. Nou, dan hebben we dat ook. Dan trekken we dit door. En dan komen we weer bijna bij een bak ellende uit, hè, dit. Dit kost een hoop geld weer. Een paar honderd diamanten, dit. Nou, misschien nog wel... nou, jawel. Een paar honderd. Minimaal.
Nou, we hebben dit gedaan. Hoeveel moeten we daarvan hebben eigenlijk? 60. Nou, weet je wat ik doe? Ik plak er nog even een paar bij aan. Want anders gaat het echt een eeuwigheid duren. Dus daar hebben we ook weer een mooi veldje van. Ik vind het wel leuk dat het niet allemaal even groot is wat betreft de bloemen. Ik vind dat niet zo erg eigenlijk. Het staat wel leuk. Dan kunnen we hier ook weer een bloemensoort neerzetten. Dat kan. Wat hebben we nog niet? De rimpelroos hadden we, de roze anje hadden we. Deze nog niet. Deze hadden we als laatste volgens mij. Net zoals de klaproos. De rotsanjer hebben we niet. Wat hebben we nog meer? Perzikbomen. Nou, dat hebben we. Laten we dan gaan voor deze. Die komen dan hier. Niet te groot. Kost ook een hoop geld, hè, dit jongens. Kijk eens naar het geld. We zitten alweer onder het miljoen. Dit is heel duur wat ik aan het doen ben. En dan denk ik dat we nu verder kunnen met wat ik wou gaan doen. En dat is natuurlijk, want het is nog steeds het duurste wat we hebben. Dat zijn deze. Dus ik ga dat toch plaatsen. Want we hebben niks in de opdracht te staan wat we hier zouden moeten gaan plaatsen. Of althans, wat we heel veel nodig gaan hebben. Ja, ik kan wel wat paarse mais erbij plaatsen. Dus laten we dat maar doen dan. Dan weten we zeker dat we dat af kunnen krijgen de volgende aflevering. Ik heb al te veel nu. Prima. En dan doen we de rest weer vol met deze jongens. Want als we dit doen, dan kunnen we ook de volgende aflevering weer wat diamanten scoren. Want dat hebben we echt nodig. Ik ben in ieder geval wel heel erg blij met wat we tot nu toe allemaal bereikt hebben. Want ja, ik ben er blij mee. Ik was even aan het nadenken of ik er echt blij mee ben. Maar ja, ik ben er wel, ik ben er wel echt blij mee. Het ziet er leuk uit. Het is kleurrijk. Alleen, ja, ik ben niet fan van het land wat hoger wordt. Ik ben daar gewoon niet fan van. Ik hou gewoon van vlak. Maar kijk, als je vanaf hier kijkt naar het huisje, dan loopt het land alsnog omhoog. Zie je dat? Het is niet helemaal vlak. En mijn tractor was op. Dank u. We gaan meteen weer door. Ja, want dit is ook weer lekker veel geld waard. En dan zitten we de volgende aflevering over, nou, 1,5 miljoen misschien wel. Perfect, het laatste ritje. Kunnen we lekker gaan cashen straks. Kijk, nu kun je het heel goed zien. Zie je dat? Want we moeten terraformen nog. Oh, het is dat duur. Dat is echt letterlijk gewoon een paar duizend diamanten hoor, daar. Dat gaat heel wat kosten. Maar goed, alles met de tijd. Het zou wel leuk zijn dat we die geitjes hebben, want het is wel, hè, dat is nieuw in de game en die wil ik wel heel graag hebben. Maar ik kan dat niet. Ja, dit zijn ze, zie je dat? Dit zijn de geitjes. Dit ook, dit zijn ook geitjes. Oh, dit zijn de geitjes, wacht even. Dit zijn de schapen. Dit zijn de geitjes. Maar goed, op dat punt zitten we nog lang niet. In ieder geval, we hebben het veld vol. Hoe ik dat daar precies wil, weet ik eigenlijk niet bij die vijver. Nou ja, hier komen natuurlijk ook nog die dieren. Dus dat wordt ook nog doorgetrokken hier naartoe. Alleen dan moet ik dit weer weghalen. En zoals je kunt zien is dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Dit is alweer 90 diamanten, dit stuk. Zo moet je het eigenlijk zien. 180. Oeh, dat is weer een hoop diamanten. Dat is een hoop diamanten. We kunnen dit trouwens ook even pakken. We krijgen ook weer 20 diamantjes voor. En we stoppen weer nieuwe ingrediënten in. En dat gaat ook lekker verder. We gaan hier eventjes oogsten. Dank je wel. Worteltjes zijn er gedingen. Dus dan ga ik gewoon weer wortels plaatsen.
alvast voor de volgende aflevering. Is handig om te doen. Dan pak ik jullie. Nou ja, paars mais, dat hoeven we niet per se. Want hè, dat hebben we al in dat grote veld net gedaan. Dus dat hoeft niet per se. Dus ik pak gewoon de normale. Hey, wacht. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat ging eventjes... iets te snel. Dat zag ik niet. Ik had het niet door. Had ik nou mais daar? Nee. Oké. Juist zo, ja. Kijk, dan gaat hij meteen alles weer vervangen. Dat gebeurde net dus ook. Dat had ik alleen even niet door. Nee. Ik wil alleen maar oogst hier. Wat ben ik nou aan het doen? Nee. Geen mais. Ik wil hier namelijk... Terug. Ja, dit ging niet zo vloeiend, dit veldje. Juist, zo ja. Perfect. Kijk hoe lang dat duurt als je dat met de hand doet. Het is echt niet normaal. Vergeleken met de tractor. Oké, we gaan even tanken. Kijk, nu hebben we hier gewoon super veel ruimte voor de boompjes. We kunnen wel even nog wat bomen plaatsen. Want we hebben er wel nieuwe boompjes. Dus kunnen we... Kijk nou hoe leuk dat is, joh. Oké, we gaan hier zo even kijken. Wat hadden we nog meer? We hadden behoorlijk wat. Wij hadden deze, de rode moerbei. Die is 3600. Deze is ook leuk, hè? De kokosnotenboom. Is wel leuk om naast... Zo, die zijn veel groter als de bananenboompjes. Trouwens, die velden van de bomen zijn echt veel... Oh, dat zijn er... Oh, wacht. Er zijn er ook drie. Ik dacht twee. Ik keek even verkeerd. Ja, dat is leuk zo. Ik was weer een hoop knaken dit. Nou, dan krijgen we even kijken hoor. Dan krijgen we hier weer wat. Boompies. Dan doen we deze, de rode moer bij. 3600 per stuk. Dus dat kost me een godsvermogen dit. Maar we zitten nog steeds op... we zitten nog steeds op 500.000. Geen probleemus. Dan gaan we door. Met de volgende bomen. Dat worden deze. De roze kersen. Heb ik die? Ik gok het erop. Nee, die heb ik niet. Wat een geld, jongens. Wat een geld. Dan krijgen we... Want ja, uiteindelijk zul je toch alles op je boerderij moeten hebben om die opdrachten te kunnen doen. Dus het is toch handig om het meteen te doen. De abrikozenboom. Had ik dat? Nee, maar ik had wel de persikboom. Dus dan pak ik deze. Ja. Wat missen wij nog? Dames en heren. Mis ik nog iets? Vast wel. Deze heb ik al. Deze heb ik. Sinaasappelboom. Hebben we die? Volgens mij niet. Volgens mij heb ik geen sinaasappelboom hoor. Kijk. Dit is leuk. En dan gaan we nu... natuurlijk... ons mooie pad afmaken. Perfect. Deze lopen natuurlijk hierdoor. Nou, ik denk dat we de aflevering gaan eindigen met een heleboel minder geld en minder diamanten. Wat ik al zei, dit kost me de godsverbouw allemaal. Dit gaat ook allemaal door. Het gaat hier langs. Het gaat langs het bruggetje. Kijk, dan krijgen we daar weer een ingang. Trek ik dit door of niet? Nee, dat doe ik niet. Daar wacht ik eventjes mee, want ik weet niet wat ik hiermee wil met dit stukje. Ja, dat was niet de bedoeling. Land niet leeg. Nee, ik wil dat recyclen. Juist, ja, wil ik hebben. Ja, en dan krijgen we dit stukje nog. Ga ik dat redden? Jawel, ik heb nog 244. Ja, ik ben zo blij. Echt waar, het is mooier geworden dan ik dacht. Oké, heb ik nou alles of niet? Heb ik alle bomen? Volgens mij wel.
Ik heb ze allemaal. Als ik wat mis, jongens, laat het weten. Laat het like trouwens even de video. Als je tot hier hebt gekeken. Heb ik trouwens peren... Heb ik perenbomen? Jawel, volgens mij wel, toch? Volgens mij heb ik alles, hoor, nu. Heb ik de perenbomen nou, of niet? Jawel, toch? Die had ik helemaal begin al, toch? Citroenbomen... Wat? Volgens mij heb ik helemaal geen perenboom, jongens. Volgens mij heeft hij weggehaald toen. Ik heb geen perenbomen. Nee, die heb ik niet. Nou, dat kan makkelijk, want die zijn niet zo duur. Juist. Oké, dan gaan we dit nog afmaken, een stukje. Kijk, dan komen we precies uit met die kant. Zo, we hebben echt heel veel bomen nu. Dit is echt top. Zetten we hiermee. Ja, want die paden, je kunt zeggen van ja, maar dat is ook zonde dat je al die paden... Nee, dat is niet zonde, want je kunt hier sneller op, zie dat? Als op het gras. Als je hierop rijdt, zie dat? Het is minder snel. Hier ga je veel sneller op, dus dan kun je sneller oogsten. Ket dan joh, lijkt alsof we een soort van jungle hebben nu. Gaan we dit even snel oogsten weer? Ja, ik ben hier zo blij mee. Volgens mij heb ik het nou al 100 keer gezegd. En ik blijf het zeggen. Perzikboompjes. Kijk, die kunnen we weer verder met de opdracht. Die hebben we nu klaar. 50 keer. Wordt hij goedgekeurd of niet? Jawel toch? Ja, hij is goedgekeurd. Gaan we dit nog even water geven. Ja, het hoeft allemaal niet eens, joh. Laat het maar gewoon, het groeit wel. Het duurt gewoon even net wat langer. Dan gaan we nog even snel naar binnen, want ik wil eventjes kijken of ik... of ik nog wat kan oogsten op het einde. Eindelijk, het is af. 30 diamanten. 14 diamanten. Nou, dan pak ik deze weer, denk ik. Dit is ook leuk. Falafel. 3.500, 5 knoflookjes. Laten we het doen. En dan doe ik hier zo nog zo'n cake. Of een taart, wat is het? Oh, ik moet 4 nootjes hebben. Ja, ik heb... dat zei ik al. Oh, we hebben ook nieuwe dingen in de woning. Een strijkplank hebben we nieuw. We hebben houten paneel. Oh, dat is wel heel erg leuk. Dat is ook heel erg duur. En dan hebben we... Even kijken, mozaïek te... Vreselijk. Wat is dat lelijk. En dan hebben we een sierlijk boek. Voor 25... Nou, ik denk dat ik wel belangrijkere dingen heb op het moment. Zoals dit. 80 diamanten. Eindelijk. Laten we het nog een keertje doen. Nou, dan eindigen we toch boven de 250 diamanten. Dat kan niet. En dan gaat de zon onder. Het is... het zijn een paar mooie seizoenen geweest, deze aflevering. Even uitzoomen, dan kunnen we het precies zien wat er nou gebeurd is. Kijk. We hebben dit dus helemaal gemaakt. We hebben ons bomengebied... Ja, zo goed als af. Ik bedoel, we hebben alles geplaatst wat we kunnen plaatsen. Alleen het probleem is natuurlijk wel dat de bomen... We zijn al lang niet aan het einde. Dus... We moeten wel een beetje denken aan de toekomst, van hoe ga ik dat nou precies verder bouwen? Nou, ik denk dat ik het tot hier hou, dit stuk. En dat ik ga proberen om dit land hier te kopen, alleen... Dat kost in eerste 560 diamanten. En als je dat al dan hebt gedaan, dan heb je natuurlijk weer het probleem dat het land weer super hoog is. En het is een heel groot stuk en dat betekent... dat het heel erg duur wordt. Misschien is dit wel te duur om dit helemaal vlak te maken. Zit ik ineens te denken, dit is gewoon te duur. Dus misschien worden we gedwongen om toch sommige stukken land hoog te houden. Dat we toch een manier gaan bedenken van, hè, dat we er toch op gaan bouwen. Want onze andere optie is die kant. We kunnen ook nog deze kant op hier.
Kijk, en dit stuk land is wel vlak. Dus dan ga ik liever voor deze kant. Althans, als we het hebben over de bomen. Is dat water of niet? Nee, dat is een stuk land. Ja, dan pak ik liever dit stuk land. Dus dan gaan we dit stuk land kopen en dan daar zo verder met de bomen. Alleen dan hebben we weer een nieuw probleem. Want als ik verder wil met de bloemen, dan moet ik of rechtdoor, of we pakken dit stuk land. Alleen dat kost me ook weer 560 diamanten. Want we moeten natuurlijk ook velden krijgen om onze gewassen op te gaan zetten. Want ik heb 70-80% van mijn velden weggehaald. Dus dat wordt dan ook weer een... Ja, dat gaat ook weer lastig worden. Laat het eventjes weten in de comments, hè. Van als je een idee hebt of als je denkt van... Nee, het moet op die manier. Laat het eventjes weten. Maar dat is een beetje wat ik op dit moment in mijn hoofd heb. En de dieren, die trekken we gewoon, wat ik zei, door naar achter. Naar de vijver toe. Die kant op. En dan zien we wel hoe we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar dat is het idee voor nu. En dan hier sluit ik af voor vandaag. Vond jij dit leuk om te kijken en te volgen? Vergeet dan niet eventjes de video te liken. En als je helemaal nieuw bent, vergeet dan niet eventjes te abonneren. En dan rest me niks anders dan jullie allemaal weer bedanken voor het kijken. En dan hoop ik je te zien in een nieuwe aflevering. Tot dan, doei!